Mijn kunst is zonder drempel en mijn museum is de straat. Ik zie mijn werk dagelijks op dameskonten, op fietsen voorbij vliegen, achter kinderwagens, in auto's. Dus ik zie mijn werk de hele dag door. Mijn liefde voor de tatoeage gaat eigenlijk toch een beetje omdat het een soort van poor man's jewelry is. Mensen die eigenlijk verder niet zo duidelijk kwijt konden wat er in hun emoties leefde, die zetten een paar grote plaatjes op hun armen om te laten zien wat er in hun geest omging. Dat vond ik zo'n aandoenlijke manier van communiceren eigenlijk, dat ik daarin ben blijven hangen. En daar op een gegeven moment mijn werk van gemaakt heb. Ik heb mijn interesse in de primitieve kunst heeft het eigenlijk zo gemaakt dat ik heel veel verschillende soorten van traditionele vormen van tatoeage weer teruggebracht heb op de tattoo-kaart. Een goede tatoeage maak je met zelfvertrouwen. Als je maar even twijfelt met die machine, dan ontstaan de problemen. Maar het blijft natuurlijk gewoon mensenwerk. Je kunt maar zo moken met een kaart te veel spellen. Ja. Ik denk dat ik, ondanks dat ik op mijn 16e, 17e in Harderwijk heb gewoond, dat ik een absolute echte Amsterdammer ben geworden. Als ik over de straat loop, dan communiceert die stad met me. Vrijheid is een groot goed in deze stad. Vrijheid voor ons allemaal. En doen en laten wat we willen. Amsterdammers zijn eigenwijs. Ga mij maar Amsterdam. Prikkeldraad eromheen. En dit is Amsterdam. De rest van de Nederland mag Nederland zijn. Maar Amsterdam is van ons.